Ja, en toen kwam ook nog een filmmaatschappij die kwam daar om daar opname te maken. De RKO Pictures uit Hollywood. En die maakte daar een Tarzan film. Met Gordon Scott als de toenmalige Tarzan. Maar ja, Gene en de aap en al die andere mensen die zag je daar niet. Het waren alleen maar natuuropnamen. En die andere opnames die worden er gewoon in Hollywood doorheen gemengd. Tot een geheel, tot een verhaal. Dus het waren de attributen, het schilder. En daar hebben we Tarzan. Hij moet mooi blijven voor de film, met zijn haarkammen. De cameraman met de producer. En er is nog een Oegandees. Die hebben ze opgetuigd. En die moet hij dan verslaan. Hij moest ook nog even stoer blijven, nog even sporten. Spieren goed in conditie houden. De cameraman. En hier is een opname, een scène. Die opperhoofdman die moet hem dus steken. Maar dat lukte niet. Hij werd overboord gegooid in de Nijl. Maar dat gebeurde dus niet echt. Ja, Tarzan verbrandt ook wat. Dus hij moest zich nu regelmatig wat insmeren. Ja, een beetje verbrand, zei hij tegen de mevrouw, de belichtingsadviseuse. Was het thuis aan actie en dan moest thuis weer wat lopen langs de watervallen. En of van die scène die we net gezien hebben, daar deden ze bijna een hele dag over. Steeds maar weer opnieuw, steeds maar weer lopen, steeds maar weer actie. De cameraman. Dat is mijn vader, achterhoofd, en mijn vader. Die gaat ook filmen. We hadden dus twee camera's bij ons. En thuis en die moest weer wat actie doen, wat steentjes gooien. Gordon Scott is een van de laatste Tarzans. Ik geloof ook niet dat er daarna nog een Tarzan film gemaakt is. Nou, weer zo'n scène dat die opperhoofdmannen moest steken. Huppelee, gauw weg voor de camera. Hier nog even weer die nauwe spleet, waardoor de hele Nijl als een donderend geraas doorheen stroomde. Hier zie je mij nog staan met mijn statief en camera naast die van de RKO Pictures in Hollywood.
Ze vonden het niet leuk dat ik er ook was. Ze waren even kwaad. Ze zeiden van ja, je steelt onze opnames. Ik zeg man, hier met een amateurcameraatje, dat kan toch geen kwaad. Nou ja, dat vonden ze dan ook.